De Nederlandse bodem is een van de meest onderzochte van de hele wereld. Veel van de verontreinigde locaties hebben we de afgelopen decennia gesaneerd, waarbij vooral de humane risico's zijn weggenomen. Waar het nu om gaat, dat zijn de grondwaterverontreinigingen. De verontreinigingen die een verspreidingsrisico opleveren. En verspreiding is op zich geen issue, maar waar gaan ze naartoe en vormen ze op termijn een humaan risico? Als je beneden de grondwaterstand gaat graven, dan kom je met grondwater in aanraking. We gebruiken grondwater voor de drinkwaterwinning. En dan is het van belang om te monitoren, om het gedrag en de verspreiding van dat soort verontreinigingen goed in beeld te krijgen en goed in beeld te houden. Dus dat is wel een item wat in de toekomst heel erg belangrijk gaat worden. Vuistdikke rapporten en vlaggenkaarten met verontreinigingscontouren helpen ons niet om verontreinigingssituaties en de veranderingen hierin in de tijd goed te begrijpen. MWH heeft een methodiek ontwikkeld om de schat aan gegevens handiger en sneller te interpreteren en op een unieke manier driedimensionaal te visualiseren. In combinatie met tijd, de vierde dimensie, worden verspreiding en veranderingen van verontreinigingen direct en duidelijk zichtbaar. Vergelijking in de tijd geeft inzicht. Is een verontreiniging stabiel of moeten we ingrijpen om verspreiding te voorkomen? Voor verschillende locaties in de gemeente Den Haag heeft MWH het noodzakelijke inzicht gegeven in de omvang van de verontreinigingssituaties en ook het verspreidingsgedrag van de verontreiniging in de bodem. Dat is belangrijk voor ons. Om een goede keuze te kunnen maken in de aanpak van de verontreiniging. En ook noodzakelijk om een goede afweging te kunnen maken hoe we verder gaan met verontreinigingssituaties. Ook de jarenlange monitoring, waar vele projecten gewoon in balans zijn, daar helpt de 3D-visualisatie bij om gericht te monitoren en dus ook kostenefficiënt dat te doen. MWH 5D voegt hier geld als belangrijke vijfde dimensie aan toe om een onderbouwde kostenafweging te maken uit verschillende scenario's. Zo weet u zeker dat de juiste balans wordt gevonden tussen uw budget en het gewenste resultaat van uw sanering.